Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo allemaal. Goedemiddag. Gezellig dat jullie allemaal meekijken deze middag. Hallo. Nou, ontzettend leuk dat jullie ook nu meekijken met onze Facebook Live Marathon. Goedemiddag. Vanochtend is Jolanda gestart met onze marathon. En die heeft een ontzettend leuke creatie gemaakt. Voor de mensen die nu binnenvallen en dat vanochtend gemist hebben, ga ik het in het kort nog even uitleggen. Goedemiddag, gezellig dat jullie allemaal meekijken. Nou, we hebben vandaag een marathon met Kit Den Dennis Party. Die kit die bestaat uit 6 van deze ontzettend leuke malle setjes, waaronder feestvarken. Die ga ik zelf doen. Er zit een oude taart zit erin, discobal, slingeraap, partypoeper en partyaccessoires. Dat is één kit met allemaal stansjes. Zelf ga ik aan de slag met het feestvarken zometeen. En ik ga erbij gebruik maken van een van de designpapiersetjes uit de Kit Den Dennis Party designpapier. Ik ga gebruik maken van de Party Crochet Colors. Nou, dat zijn een heel leuke gekleurde papiertjes met een gehaakt structuurtje. Nou, dit is een van de setjes in die set designpapier Den Dennis Party. Zitten 3 setjes met elke 12 vellen designpapier. Hele vrolijke kleurtjes papier. Nou, ik ga dus gebruik maken van deze. Goedemiddag allemaal. Gezellig dat jullie meekijken met de tweede live van vandaag. Jolanda is gestart, dat had ik net al verteld. Ik ben nu aan de beurt. Om 4 uur komt Monica met een ontzettend leuke live. En om 8 uur mag Claudia ook nog live. En die gaat ook iets ontzettend leuks doen. Dus ja, een leuke dag vandaag. Een feestelijke dag vooral. Nou, ik had net al verteld. Ik ga dus aan de gang met feestvarken. Dit is het malletje. En zoals Jolanda vanochtend ook al had uitgelegd. Bij elk malletje zit aan de binnenkant een ontzettend leuke handleiding. Er staan al verschillende voorbeeldjes in die je ermee kan maken. Hoe je ze kunt opbouwen. En hier staan ze genummerd. Zodat je precies weet wat voor onderdeel waarvoor dient. Dus dat is echt heel, heel erg makkelijk. Een leuk verhaaltje staat er nog bij in. En nou ja, hier op de achterkant staan ook nog 2 hele leuke. En ik ga jullie laten zien hoe je deze in elkaar zet. En daarna ga ik er een leuk kaartje mee maken. Goedemiddag voor iedereen die nog binnenkomt. Gezellig. Nou, ik heb het al even uitgestanst van tevoren. Ik leg het even op een wit papiertje neer. Kleine onderdeeltjes. Het hoofdje. Het buikje. Even kijken. Zijn beentjes. Of haar. Zijn of haar beentjes. De armpjes, nou die kleine onderdeeltjes, dat zijn onderdeeltjes voor het gezichtje. Mondjes, die heb ik allemaal 2 keer, zie ik wel. Oogjes en de neusgaten zitten er ook bij in. Dat zijn die. Nou, deze horen bij de handjes, die kleine onderdeeltjes. Dit is het buikje. Het snoetje. En dan zit er nog een staartje bij. En er zitten nog heel veel verschillende soorten slingertjes bij. Ga ik zo meteen ook even laten zien. Daar ga ik ook iets leuks mee doen. Dus die zitten er ook bij. Verschillende maatjes. Nou, dan ga ik eerst even met jullie het varkentje in elkaar zetten. Ik heb er al 2 in elkaar gezet. Die ga ik ook gebruiken. Die ga ik er even bij leggen. Dan kunnen jullie die vast even bekijken hoe leuk dat wordt. Goedemiddag voor iedereen die nog binnenkomt. Gezellig. Nou, dat valt ontzettend mee met dat gefriemel. Wij gebruiken hier de handige
sticky pick voor. Zo heet die. Daar kan je heel makkelijk de onderdeeltjes mee oppakken. Maar je kan ze ook heel gemakkelijk met je, nou ja, met je hand ook nog wel oppakken. De wat grotere onderdelen. Ik begin met het snoetje. Het is eigenlijk wel ontzettend leuk werk. Als je ze in elkaar hebt, nou echt, dan is het echt de moeite waard. Ja, ik pak het plakvel er ook even bij, want dan ga ik zo meteen de kleine dingetjes mee doen. Nou, dan plak ik op de uiteinden van de handjes even een contrastkleurtje. Oh, dat is één. Zie je hoe makkelijk dat gaat? Hier ook een beetje lijm op. Nou, dat kan je ook wel met de lijmvellen doen, natuurlijk. Even omdraaien. Je pakt hem op en je legt hem er zo op. Ja, die is echt super handig hoor, om te gebruiken. Vooral met deze malletjes is hij heel handig. Best wel. Nou, even kijken. Wat vind ik een leuke... Deze vind ik wel heel leuk. Dus ik denk dat ik hem een beetje shakend... Ik zit hier zelf al mee te shaken. Shakend gaat maken. Hoe zeg ik dat? Vrolijk, Nathalie. Hè? Ja, ik vind ook. Word hier helemaal blij van. Het is ook een hele feestelijke dag vandaag. Nou, dan ga ik de streepjes erop plakken. Dat doe ik ook gewoon even met mijn lijnpen. Dat het gewoon heel makkelijk zo te doen is. Nou, deze hoort onderop. Het spreekt eigenlijk ook wel voor zich. Maar dat zei ik in het kleine boekje wat erbij zit. Zit gewoon ook de handleiding. En daar kan je gewoon heel makkelijk in zien hoe je dit in elkaar zet. Goedemiddag. Oh, dat ga ik zo even opzoeken. Dat durf ik zo uit mijn hoofd niet te zeggen. Maar dat, ik ga zo het nummer. Ga ik straks na de live zoek ik de nummers even op. En dan zet ik die er even bij. Van het kleurpapier. Ho, verkeerde. Deze hoort boven. Zo. Ga ik zo meteen even opzoeken welke kleurtjes ik daarvoor gebruikt heb. Nou, dan de middelste nog. Gezellig hè, zo'n dag met allemaal van die lijfjes. Ik vind dat ook ontzettend leuk. Nou, dat is zo'n lijfje. Zie je dat het op zich ontzettend makkelijk gaat zo? Zo. Dan ga ik een paar van die slingertjes pakken. Die wil ik tussen zijn nek hebben. Even een paar leuke kleurtjes zoeken. Die. En een rode. Gezellig. Iedereen die nog binnenkomt vallen nu ook nog. Gezellig allemaal. Nou. Dat doe ik dus met de lijmvellen. Eventjes erop leggen. En dan haal je ze er weer af en er zit er wat lijm op. Die plak ik eerst vast even aan het kopje vast. Ik denk dat ik ze onderaan het kopje makkelijker vind. Een beetje opzij. Zo. Nou, buiten hier is het ook heel gezellig. Misschien horen jullie het wel. De buurtkinderen hebben ook heel veel plezier buiten. Die feesten lekker mee volgens mij. Oh. Zo. Kijk in tijd even. Nou, dan wil ik er ook nog een gele bij. Zoeken we die er ook nog even bij. Nou, tot nu toe doe ik alles het meeste gewoon nog met mijn vingers. Dus dat is goed te doen. Die hier. Nou, dan gaan we eerst natuurlijk even zijn gezichtsuitdrukking maken. Ja, dit lijmvel is super handig. Dat is echt voor die kleine onderdeeltjes ook echt wel heel handig. Nou, eens even kijken. Ik wil hem ook een knipoogje laten geven, want dat vind ik wel schattig. En dat mondje opzij, nou dat heb ik hier ook gedaan. Dat vind ik zelf ontzettend leuk. Nou, ik pak hem op. Ik zet hem op mijn lijmvel. En dan haal ik hem er met de achterkant weer af. Nou, zit hij een beetje scheef. En dan zet ik hem er zo op. Ik weet niet of het goed zichtbaar is. Hoog genoeg werk. Zo. Nou, doe ik met het oogje ook. Lijmvel. Op het achterkantje haal ik hem eraf.
En dan zet ik hem op positie waar ik hem graag wil. Nou, één oogje. En dan wil ik nog een knipoogje. Ja, dit is super handig hoor. Vooral met van die kleine dingetjes. Dan zit niet alles onder het lijm. Dan heb je gewoon precies op de goede plek de lijm. Nou, het zijn zijn oogjes. Nou, heeft hij natuurlijk nog neusgaatjes nodig. Nou, die zetten we er op dezelfde manier ook op. Ja, dat zal denk ik een beetje aan de verbinding liggen zo nu en dan. Lin, bij mij op mijn telefoonbeeld loopt hij nog wel gewoon door. Zolang als hij daar doorloopt, dan ben ik als het goed is nog live. Goedemiddag Christa. Geeft niks hoor, ik ben nog niet zo ver. Ik ben het varkentje aan het in elkaar zetten. Nou, ik had ook al hoedjes uitgestanst. Die komen zo meteen op zijn oortje. Nou, ik vind hem zo al heel schattig eruit zien. Nou, dat kopje zet ik er een beetje scheef op zo. Dat ga ik met wat lijm doen. Met de lijmpen. Klein beetje. Oh. Zo. Hallo, goedemiddag. Zo. Nou, die staat er ook op. Dan gaan we zijn hoedjes er nog op zetten. Nee, voor dit soort dingetjes zijn die lijmvellen echt, echt wel super ideaal hoor. Dan zit je niet te prutsen met lijm inderdaad. Nou, die over zijn oor. Hopsakee. Nou, zie je hoe leuk dat al begint te worden. Zijn handjes ga ik omdraaien, want ik ga even een beetje naar dit voorbeeld kijken. Dat is leuk. Er staan een paar voorbeeldjes op, hè, hoe je ze leuk in positie kan brengen. Nou, daar kan je gewoon echt leuk mee spelen. Maar sowieso is het heel leuk om mee te spelen, ook zonder de voorbeeldjes. Want je kan er zoveel kanten mee op. Ik ga zo meteen nog een leuk ideetje laten zien wat ik ook hiermee gedaan heb. Komt allemaal nog tevoorschijn. Nou, die zo. Die iets hoger. Dit is de, ik zal het briefje er even bij pakken, of ik die hier ergens heb liggen. Ja. Sticky Pick Tool heet die. Ook daar hebben we in de webshop een kit van. Ik wil hem zo meteen wel even opzoeken en dan plaats ik hem even in de groep. Dat kan ik na de live wel even doen. Daarbij zitten ook de vellen bij in. Er zit zo'n tool bij in met drie extra opzetstukjes. En ook die lijmvellen zitten daarbij in. Dus dat is wel een super handige kit ook. Oh, dankjewel Monica. Ja. Nou, deze een beetje omhoog gezet, het armpje. Ja, ik denk het wel. Ik zag net iemand die vroeg, even kijken. Kan iedereen dit, ook als je onervaren bent? Ja, dat denk ik wel. Eigenlijk. Hè? Nou ja, dat zeg ik. Vooral bij deze stanties is het super handig. De voorbeeldjes zitten er al bij. Er staat ook precies bij elk onderdeeltje hier. Kijk, dit zijn de onderdeeltjes. Dit zijn de stanties. Nou, hier staat een kopie ervan. En er staat gewoon ook bij wat is. Wat je waarvoor uit moet stansen. En dan is het gewoon een kwestie van in elkaar plakken. En even een beetje oefenen natuurlijk. Maar op zich denk ik wel dat dat voor iedereen te doen moet zijn. Denk ik, zegt ze erbij.
Hopsakee. En dit voetje zetten we er bovenop. Dankjewel, Monica. Ja. Voor het plaatsen van de link. Kijk, deze hupt een beetje. Hij springt in een gat in de lucht van blijdschap. Nou, zijn staartje moet er nog even bij aan. Daar wil ik alleen op het puntje een beetje lijn hebben. Zo. Ik mag ook graag gewoon alles met mijn handen doen, dat zie je wel. En dan hier is een staartje. Je zou voor het staartje, zoals hier is het iets groter staartje gebruikt, ook een van die slingertjes weer voor het staartje kunnen gebruiken. Hè? Dat is ook wel ontzettend leuk. Nou, kijk eens hoe ontzettend gezellige varkentje dit is geworden. Nou, ik had dan ook deze gemaakt. Staartje aan de andere kant. En dit zittende varkentje. En hier heb ik ook nog slingertjes aan zijn feesthoed gedaan. Nou, deze drie varkentjes die gaan we even leuk tot een kaartje maken. Even de boel een beetje opzij leggen. Leg eventjes mijn varkentjes een beetje aan de kant. Kleine onderdeeltjes even weer in mijn bakje. Zo. Nou, dit gaan we zo gebruiken. Wat heb ik hiervoor gebruikt? Wat ga ik doen voor het kaartje? Ik heb daarvoor een stuk kaartstok gesneden van 30 centimeter bij 10 centimeter. En die ga ik rillen. Rilbord erbij pakken. Klopt, Monica. We zijn allemaal ooit begonnen. En oefening baart kunst, inderdaad. Zo is het. Dus een stuk kartstok van 30 bij 10 centimeter. Als je het leuk vindt, kan je meedoen. Hij is heel simpel. Die ga ik rillen op 3 centimeter. Die ril ik op 6 centimeter. Ik ril hem op 10 centimeter. Op 14 centimeter. Op 22 centimeter. En dat was hem. Dus een stuk kartstok van 30 bij 10. Je reelt hem op 3 centimeter, 6 centimeter, 10 centimeter, 14 centimeter en 22 centimeter. Mijn reelbord weer aan de kant. Deze gaan we vouwen. Deze gaat die kant op. Dan draai ik hem weer om. Ik ga er als het ware een beetje een harmonica van vouwen. De ene naar boven, de andere naar beneden. Dus bergvouwen en dalvouwen. Mocht ik vragen missen, dan ik lees het aan het eind altijd even na. En dan kan ik ze altijd na de tijd ook nog beantwoorden hoor. Dus mocht je een vraag hebben gesteld en ik lees hem niet, komt nog terug. Het ziet er zo uit. Als ik het gevouwen heb. Nou, hier gaan we die designpapier op plakken. En daarvoor heb ik al wat strookjes designpapier uitgesneden. Mijn liniaal er even bij pakken voor de zekerheid. 9,5 bij 7,5 is één stukje. Ik heb twee stukjes van 3,5 bij 9,5. En twee stukjes van 2,5 bij 9,5. Die gaan we erop plakken. Dank u wel, Martin. Wordt een leuk, gezellig feestje hier zo met dit kaartje.
Met feestende varkens. Nou, die grote die komt hierop. Dan het stuk van 3,5 bij 9,5. Komt hier. En ook hier nog. En dan het kleinste stuk is 2,5. Die bedoelde u. Wil 2,5. Ja, 2,5 bij 9,5. Is het kleinste stukje. Die komt hier. En het andere stukje van 2,5 bij 9,5 komt op het laatste gedeelte. Nou, jullie snappen het idee nu al een beetje, denk ik. Eerst door de snijmachine en dan wat eruit komt op het lijmvel leggen. Klopt hoor, eerst door de snijmachine halen en daarna op het lijmvelletje drukken. Ja. Nou, zetten we hem weer even in elkaar. Dan komt hij straks zo te staan. Zo is misschien beter te zien voor jullie. Ja, vind ik leuk, Monika, dat je gezellig meekijkt altijd. Nou, dan wordt het natuurlijk tijd voor mijn varkentjes. Die ga ik er vast even bij pakken. Maar wat ik nog graag even wilde laten zien. Ik heb een slingertje gemaakt. Die wil ik er graag straks opmaken. Hoe heb ik dat nou gedaan? Ik heb het al even voorbereid. Ik heb uitgestanst de hoedjes van het varkentje. Dus dat zijn deze. Ik zie dat je eventueel ook nog de voetjes ervoor zou kunnen nemen. Die lopen iets eronder. Maar ik heb dus de punthoedjes gepakt. En die heb ik in een aantal kleurtjes uitgestanst. En die heb ik gewoon aan een touwtje geplakt. Zie je? Aan een stukje hemkort of een stukje touw of lint, wat je leuk vindt. En daarbovenaan heb ik nog leuk al die kleine slingertjes aangeplakt. Zo heb je een heel leuk en snel slingertje. Dus die wou ik erop gaan doen. Maar ik wou er ook eventjes wat grasrandjes op gaan zetten. Want dat staat gewoon net even wat gezelliger. Dus ik heb wat grasrandjes uitgestanst. Nou, dan zet ik in elke dalvouw zet ik een grasrandje. Bijna te laat. Nou, ik ben bijna klaar. Maar dat geeft niet hoor. Gezellig om nog even mee te kijken. Nou, het overgebleven stukje knip ik eraf. Dus ik kan scharen. Ja, mijn schaar kan ik ook vinden nog. Zo. Dus die zet ik in de eerste dalvouw. Dan heb ik hier nog een dalvouw. Daar wil ik ook gras in hebben. Ik moet hem straks even goed doorrillen nog, zie ik. Ja, heel simpel eigenlijk, Monika. Maar simpel kan soms ook wel leuk zijn, toch? Dat ik straks mijn varkentjes lekker feestend met de voetjes in het gras. Dat leek me nou wel gezellig. Nou, dan knip ik ook even het stukje af. Ik zie allemaal hartjes voorbij komen. Hartstikke lief. Zo. Nou, op de laatste komt ook een strookje gras. Dat doe ik gewoon ook met lijm vast. Tjoep. Nou, Ria, beter laat dan niet, denk ik altijd maar zo, toch? Gezellig om nog even mee te kijken, hoor. Het is sowieso een leuk feestje vandaag, toch? Met al die gezellige luis, met al die vrolijke feestkaartjes.
Nee hoor, die heb ik er niet uitgehaald. Ik ben daar heel gemakkelijk in. Ik vind dat somber wel leuk. Sommige stukjes wel, sommige stukjes niet. Ja, scherp opgelet. Nou, dan zet ik dit feestvarkentje. Misschien kan ik het beter plat voor doen. Zet ik hier leuk gewoon vooraan op de grond. Die zit met zijn kontje in het gras. Een leuke modderpoel was ook wel leuk geweest, hè? Al gezellig om nog even aan te schuiven, hoor. Geeft niks. Leuk dat jullie nog even meekijken. Zo. Nou, dan deze springer, daar wil ik bovenaan doen. Zet ik deze hier tussen. Die zet ik ook een beetje aan de zijkant. Ja, ik heb ze er bewust in laten zitten, maar ja, is misschien raar. Ik doe dat wel vaker bij stansjes, dat ik het erin laat zitten. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Maar kijk, deze steek ik met één voet achter het gras en één voet voor het gras. Ik heb alleen het onderste randje vastgeplakt. Nou, dan wil ik de laatste. Maar kijk, wat mij wel leuk leek, is dat deze de slingers op gaat hangen. Dus ik moet het even plat leggen, dan kunnen jullie het beter zien. Deze laat ik het slingertje denk ik vasthouden. Zo. Plak ik hem achter zijn hoofdje vast. Even kijken hoe ik dat even ga doen. Eerst maar eens even een stukje eraf. Ik hem hier vastplak, dat hij hem vasthoudt. Nee, daar is hij te lang voor. Ga ik hem gewoon zo ophangen. Ja, ik ga het slingertje gewoon zo ophangen. En dan laat ik het varkentje erboven uitspringen. Dat gaan we doen. Overal een beetje lijm op. Ja, modderpoel is toch ook ontzettend leuk, Monika. Dat dacht ik ook. Een varkentje, een beetje een bruin gezichtje. Een beetje smerige vegen om zijn koppie. Met wat inkt of zo. Dan krijg je ook een ontzettend leuk varkentje. Zo. Ho, nou heeft geen zin vandaag om vast te gaan zitten. Een dwarse slinger. Daar is hij. Nou zeg. Ik heb thuis ook altijd al zo'n hekel om de slingers op te hangen. Dat blijft bij mij ook nooit hangen. Maar hier dus ook al niet. Zo. Ja, andere hand had ook gekund. Dan was hij wat langer geweest. Ja. Nou, ik vind hem zo ook leuk. Ik doe hem gewoon zo. En dan zet ik deze er op de zijkant naast. Die komt een beetje zo omhoog springen. Dat vind ik ook wel leuk. Niet te veel lijm. Zo. Nou. Hou hem even uit. Dan had ik ook nog een tekstje. Die heb ik gehaald uit de kit Ed de Soe. Daar zit een leuke dierentekst in. Jolande heeft vanochtend ook bij haar kit daar papier uit gehaald. Wat ook wel weer heel erg leuk bij het Den Dennis spul past. Nou, Wild and Crazy vond ik er wel grappig bij passen. Nou ja, leuk. Happy Birthday is natuurlijk ook heel leuk om hierop te doen. Voor een leuk kinderkaartje. Ik zal meteen nog even een stempeltje opzoeken. Een langwerpige. Dat ik dat er dan onder nog even op ga zetten. Nou, en dan moet ik hem denk ik even zo laten zien. Dat ziet hij er zo uit. Als je kan hem gewoon lekker plat vouwen in de brievenbus. Van de zijkant is hij zo. Hij kan gewoon leuk staan. En vanaf de bovenkant ziet hij er zo uit. En wil ik hier zometeen nog een tekstje opplakken met Happy Birthday. Dat vind ik wel heel erg leuk nog. Of hartelijk gefeliciteerd. Want dat maakt het wel eventjes helemaal af. En
Nou ja, dan wou ik het hierbij laten met mijn feestelijke varkentje van feestelijke feestvarken. En ik hoop dat jullie vanmiddag gezellig nog mee gaan kijken met Monica. Die maakt er ook iets heel leuks van. En vanavond is Claudia nog aan de beurt. En die gaat ook een ontzettend leuke creatie maken. Dus we hopen dat we jullie ontzettend goed kunnen inspireren met deze leuke kit. En we hopen natuurlijk ook dat jullie ermee aan de slag gaan en leuke dingen in de groep laten zien. In ieder geval bedankt voor het kijken naar mijn live hier met feestvarken. En tot een volgende keer. Doei doei!